met het beste karakter. De akhlaq. En akhlaq kun je alleen maar krijgen als je de profeet sallallahu alayhi wa sallam volgt. Het volgen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam is niet beperkt tot de moskee. Dus dat je alleen maar hier de profeet sallallahu alayhi wa sallam gaat volgen. Overal waar je bent. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: ittaqillaha haythuma kunt. Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Wa khaliqi an-nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillaha haythuma kunt. Vrees Allah. Waar je dan ook bent. Of je in de vliegtuig bent, in de auto, thuis, op school, op je werk, overal waar je bent, dien je Allah subhanahu wa ta'ala te vrezen. En wat houdt Ghawfullah in? Wat houdt in? Het taqwa houdt in, zoals Ali radiallahu anhu het heeft uitgelegd. El ghawfu min al jalil. Als je Allah vreest, dan ga je niet van hem weglopen. Als een leeuw nu naar binnen gaat komen, gaan we hem aaien? Wie gaat hem aaien? Ik ga het niet doen. Ik ga die nooduit gaan gebruiken. Iedereen gaat weglopen. Een leeuw valt niet te aaien. Vooral als het een wilde leeuw is. Iedereen gaat weglopen. En wij worden ook gevraagd om weg te lopen. Je mag jezelf niet in gevaar brengen. Omdat je bang bent. Maar als je Allah vreest, dan moet je naar hem toe vluchten. Dan ga je je veilig voelen. Hoe dichter je bij Allah komt, hoe veiliger je gaat voelen. En dat is Allah vrezen. Dat je zijn awamir in praktijk brengt, zijn orders in praktijk brengt. En alles wat hij subhanahu wa ta'ala heeft verboden, dat je daar afstand van neemt. En dat je het ook verwerpt. Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. En laat een goede daad een slechte daad opvolgen. Om haar te wissen. Dat wil zeggen, als je een slechte daad hebt verricht, zorg ervoor dat je daarna een goede daad verricht. Om die slechte daad te wissen. Wa khaliqi an-nasa bi khuluqin hasan. En behandel de mensen op de beste en goede wijze. Eerste is het gedrag jegens Allah subhanahu wa ta'ala. Tweede is het gedrag jegens jezelf. En de derde, dat is het gedrag jegens de mensheid. En dat is het islam. Dat is wat van ons gevraagd wordt. Dus het volgen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en zijn karakter moet overal zijn. Want jouw karakter telt het zwaarste om op te hebben. Akmalu al-mu'minina imanan, ahsanuhum akhlaqan. Akmalu al-mu'minina imanan. Degene die een complete en echte iman hebben, dat zijn de mensen met het beste karakter. En daarna komt nog iets. Wa khiyarukum, khiyarukum li nisa'ihim. En de beste van jullie, dat zijn degenen die hun vrouwen het beste behandelen.
Dat is een goede karakter. Dus je dagelijks leven moet aantonen dat je van de profeet Salaam houdt, waar je dan ook bent. Op het moment dat je wakker wordt, de profeet Salaam heeft ons geleerd dat wij op dat moment moeten beseffen dat Allah ons het leven heeft gegeven. Geprezen zij Allah die ons deed leven nadat hij ons deed sterven, en tot hem is de terugkeer. Subhanahu wa jalla. Je moet het beseffen. Allah heeft jou het leven gegeven. Is een grote ni'ma. Bedank Allah voor die ni'ma. Als je gaat eten, de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft ons manieren geleerd hoe wij dat moeten doen. En daarin zit ook beseffen dat Allah jou die ni'ma heeft gegeven. Bij het aankleden, alles wat je doet, daarin dien je de weg van de profeet sallallahu alaihi wasallam te volgen. En als wij gaan afwijken van die weg, dan gaan we onrust creëren voor onszelf, maar ook voor andere mensen. Op het moment dat je een andere weg volgt dan de weg van de profeet sallallahu alaihi wasallam, dan ga je onrust creëren voor jezelf, maar ook voor andere mensen. Op school, als jij zegt ik hou van Allah en ik hou van de profeet sallallahu alaihi wasallam, op school zeg je ik ben een moslim, dan moet jij het gedrag van de profeet sallallahu alaihi wasallam in jouw leven hebben. Want een moslim dient de profeet sallallahu alaihi wasallam te volgen. En soms zie ik op scholen bepaalde gedrag, dan denk ik van, nee, jij bent een ambassadeur van de islam. Mensen zien de islam in jou. Al jouw bewegingen, al jouw handelingen, dat is islam. Dus vandaar dat wij een akhlaq van een islam moeten laten zien. Dan hebben wij rust. Maar soms zie je het tegengestelde, wat heel erg jammer is. En er zijn ook, mashallah, shabab die het heel erg goed doen. Zowel broeders als zusters. Maar in sommige gevallen raak je toch wel teleurgesteld. Vooral als diegene een islamitische uiterlijk heeft. Een mashallah zuster. Met een hele lange gima. Maar ze groet jongens met high five. Dat kan niet. Dat past niet bij de akhlaq van de moslim. Dat kan gewoon niet. Een mashallah broeder. Met baard. Maar hij gaat groot licht aandoen als hij buiten is. Kijk overal naar. Geen gaddelbazaar. Dat is een akhlaq. De akhlaq, dat zijn akhlaq die verworpen worden. En wij dienen ons aan de juiste akhlaq te houden. Kijk wat de profeet Salaam zegt over het huwelijk. Want wij denken, het dien is bidden, Koran lezen en klaar voor de rest. Mag je alles doen wat je wilt en waar je zin in hebt. De profeet zoals hij heeft gezegd, ieder etel commentaar dan het dienahu, fezawijo. Klopt dat? Nee. De profeet zoals hij heeft gezegd, dienahu wachuluka. Dienahu wachulukahu. Alle twee. Als iemand de hand van een zuster komt vragen, en zijn dien en karakter, als zijn dien en karakter goed zijn, dan
dient deze zuster deze broeder te accepteren. En ook haar voogd. Maar hier zegt de profeet Lazarus twee dingen. Het dien en goede karakter. Gedaan. Is heel erg belangrijk. Want het akhlaq telt heel erg zwaar. De ibadat die wij verrichten, salah bijvoorbeeld, leert jou een akhlaq. Het zijn niet alleen maar bewegingen die je doet. Je aanbidt Allah subhanahu wa ta'ala. Want niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt, er zit een bepaalde boodschap in het gebed. Er is een bepaalde les. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Het gebed weerhoudt je van alles wat verwerpelijk is, alles wat slecht is. Als je het juiste gebed verricht. Dus het gebed, dat zijn niet alleen maar bewegingen, daar zit een akhlaq in. Het leert je goede manieren. Als jij zegt, ik ben een moslim, dan zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam, de moslim is degene voor wiens tong en handen andere moslims veilig zijn. Dan ben je de moslim. Met jouw akhlaq. Want mensen kijken naar jou als moslim. En als jij zegt, ik ben een moslim, maar jouw akhlaq zeggen iets anders, dan heb je een probleem. Luister naar dit verhaal. Het gaat over een imam in Engeland. Deze imam stapt de bus in. Koopt een kaartje en geeft bijvoorbeeld 5 euro en krijgt wisselgeld van 10 euro terug. Dus hij heeft extra geld gekregen van die buschauffeur. Dus de imam heeft het niet gezien, pakt het geld, doet het in zijn zak. Hij was op weg naar de moskee. Toen hij bij de moskee aankwam, zag hij dat hij meer geld had. Oh, dit is te veel. Ik moet het teruggeven. Hij heeft God wat in Jumu'a gebeden enzovoort. En hij ging op zoek naar die buschauffeur en subhanallah. Dezelfde bus, dezelfde buschauffeur. Hij stapt in. Daarvoor zei die, in mijn hoofd kwam, je hebt het geld nodig, het is een rijk bedrijf, dus waarom moet je die moeite doen om terug te geven? Hou het geld gewoon voor jezelf. Hoe meer ten aasje, hoe beter. Het is alleen maar goed. En toen zei die, nee, ik ga toch teruggeven. Dus ging die naar die buschauffeur, en die buschauffeur was geen moslim. Hij zei, jij hebt mij extra geld gegeven. Hij heeft een ticket laten zien op die en die datum, die tijdstip. En die buschauffeur was heel erg blij. Hij zei, ik zie jou vaker in de bus. En toen dacht ik, dit is een hele goede iemand. Ik ga hem vragen om mij mee te nemen naar de moskee. Maar ik moet hem eerst testen. Subhanallah. En toen die imam dat hoorde, viel die flauw. Echt waar. Want in zijn hoofd kwam, stel je voor dat ik het geld voor mezelf had gehouden. Wat was er dan gebeurd? Maar toch heeft hij voor het goede gekozen. Een akhlaq. Je hoeft niet te praten, preek houden. Nee, dat hoeft niet. Jouw akhlaq zeggen heel veel. Je hoeft niet te veel te zeggen. Jouw akhlaq, jouw manier van omgaan met anderen, heeft heel veel invloed. En daar houdt Allah subhanahu wa ta'ala van. Praat met jezelf.
Zorg ervoor dat je een programma maakt voor jezelf. Ik wil mijn akhlaq veranderen. Thuis, met mijn ouders, met mijn kinderen, met mijn vrouw, met mijn buren. Kijk eens naar het akhlaq van de vrome mensen. Abdullah ibn Mubarak. Die had een Joodse buurman. En die Joodse buurman wou zijn huis verkopen. En die Joodse buurman, die heeft 20.000 voor zijn huis gevraagd. En de koper, die zei, jouw huis kan niet meer dan 10.000 zijn. Waarom vraag jij extra geld? Dat kan toch niet? Hij zei, ik weet het, maar ik ga uitleggen waarom ik extra geld vraag. 10.000 voor het huis en 10.000 voor het voorrecht om buurman te zijn van Abdullah ibn Mubarak. Dus als je buurman wilt zijn van Abdullah ibn Mubarak, dan moet je extra geld betalen, want het is een hele goede man. Ergens in een wijk in Utrecht, een man had een hele mooie huis, duizenden euro's geïnvesteerd en hij had slechte buren. En hij ging naar een andere stad, naar een huis die heel erg was. Als zijn huis in waarde 250.000 euro zou kosten, wat heeft hij gedaan? Hij ging naar een huis voor 100.000 euro, bijvoorbeeld. Vanwege zijn buren. Al-akhlaq. Bij de profeet sallallahu alaihi werd een vrouw genoemd. En deze vrouw, die vastte overdag en gedurende de avonden ging zij qiyamul layl doen. En ze hebben haar bij de profeet sallallahu alaihi wasallam genoemd. En daarna zeiden ze, maar zij behandelt haar buren heel erg slecht. Waarop de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, zij zal de helft uur binnentreden. Maar het gebed en het vasten moet je juist leren om goed te zijn met anderen. En als je dat niet doet, dat betekent dat je het niet goed doet. Want er zit een boodschap in. En vooral wij, zoals ik in het begin heb gezegd, wij vertegenwoordigen de islam. En wij moeten de akhlaq van de islam in ons leven hebben. Alleen op deze manier zal Allah subhanahu wa ta'ala tevreden zijn over ons. Alhamdulillah zien wij de laatste tijd heel veel mensen die bij ons komen en zeggen wij willen moslim worden. Als je kijkt naar de meeste mensen die zijn moslim geworden, omdat ze een goede buurman hebben of een collega die moslim is en die een hele goede karakter heeft. En dat is wat van ons ook wordt gevraagd. Een zuster heeft ons verteld, daarmee ga ik afsluiten. Ze zegt, ik ging ergens solliciteren met mijn hoofddoek. En alhamdulillah, zij was hoog opgeleid en zo. En zij ging ergens solliciteren. En bij die sollicitatiecommissie was een man en een vrouw. Maar eerst, zij heeft geen hand gegeven aan de mannen, dat heeft ze uitgelegd. En ze ging een gesprek. Maar die Nederlandse vrouw,
die probeerde het moeilijk te maken voor haar. Ze mocht haar gelijk niet. Moslima, hoofddoek. In ons bedrijf, dat willen we niet. En ze heeft van alles geprobeerd. Nou, die zuster zegt, ik ging terug. En na een paar weken kreeg ik een brief. Ik werd aangenomen. Ik mocht daar gewoon gaan werken. Want die man was de baas. En zij moest met die vrouw werken. Dus komt ze eerste ochtend met een vrolijk gezicht. Die moslima. En zo dient een moslim te zijn. Vrolijk gezicht. Want een glimlach in het gezicht van die broeder is een sadaqa. Het kan niet zo zijn dat een moslim zo gaat kijken en zo op straat loopt. Net alsof die 24 uur vecht. Wakker worden zo, op straat zo, op school zo, tijdens een toets zo, overal zo. Een glimlach in het gezicht. Maar die vrouw, die kon haar niet verdragen. Nou, je moet dit en dat en dat en dat doen, klaar. Die zuster zegt, ik heb haar gedrag genegeerd. In de pauze ging ik naar haar toe en ik heb haar gevraagd, zal ik koffie voor jou halen? Toen zei ze, nee, ik hoef het niet. Zeg, ik ging gewoon weglopen. Dus gewoon doorlopen, sorry. Volgende dag, precies hetzelfde. Kan ik jou ergens mee helpen? En zo met een akhlaq. En toen zei die vrouw, ik wil even met jou praten. Waarom draag jij die hoofddoek? Dus dit is de eerste stap. En toen zei ze, het is goed dat je het vraagt, ik ga het uitleggen. Ik ben moslima en ik heb wat boekjes, ga ik aan jou geven, mag je rustig gaan lezen. En ze heeft haar wat boekjes gegeven, uitleg gegeven. En na een paar weken heeft die vrouw gezegd, ik wil moslima worden. En toen is zij moslima geworden. En zij kwam de volgende dag met haar hoofddoek naar haar werk. Dat zijn akhlaq. Op deze manier kun je mensen beïnvloeden met je akhlaq. En niet, ik ga haar laten zien. De islam is de waarheid. Ik moet haar laten zien. Zij gaat naar de hel. Zo was de profeet Lazim niet. De profeet Lazim was barmhartig in zijn hart. Vriendelijk voor iedereen. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons een akhlaq geven om dichter bij hem te komen. Wa sallallahu alayhi wa sallam 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 wa sallam. Ja, en je familie, inshallah. En nu gaan we naar ons broeder, Bassam Saleh. Als je het over vrolijke mensen hebt, Bassam, dan zie je dat mobile. Hij is altijd, dat tekent zo nauw trouwens. Hij lacht altijd, dat zie je ook aan hem meestal. Maar ik geloof ik. En nu geef ik hem het woord, hij wil staan, denk ik. Ja, tuurlijk. Nou, als eerst mijn compliment voor mijn broeder, mashallah. Die lezing was echt inspirerend en mooi. En ik heb ook veel aan, ik heb gespiekt, dus. Assalamu alaikum, bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Het begin heeft de broeder gezegd tegen jullie, kom naar voren. Hij zei, ik sta op, dus hebben jullie niet goed gedaan, dus ik dacht van, ik doe andersom. Ik sta op en ik kom dichter bij jullie. Dus bismillah. Wij beginnen inshallah de lezing met die mooie 50 cent. En iedereen zat al die tijd te kijken naar de broeder en stiekem te kijken naar die 50 cent. Wat doet die 50 cent daar? Ja. En die 50 cent die heeft te maken met een verhaal die ik zou gaan vertellen. Maar subhanallah, qadarullah, is dat dit verhaal is al verteld door de broeder. En wie weet welke verhaal het was? Welke? Van de buschauffeur. Mooi zo.
Want de buschauffeur, nou, het verschil was eigenlijk 50 cent. En toen hij terugging naar de man, naar de chauffeur, hij heeft hem verteld, hij heeft het geld teruggegeven. Toen heeft hij iets moois gezegd. Hij zei: ik had bijna mijn geloof verkocht voor 50 cent. Dus, subhanallah, dan zie je dat vroeger mensen die maken da'wa met hun akhlaq. Maken da'wa voor de islam met hun akhlaq. En tegenwoordig maken heel veel mensen van ons da'wa tegen de islam met hun akhlaq. Jammer genoeg. Kasim, kun je het volgende? Dus we gaan even een paar hadith inshallah even doornemen die gaan over al-akhlaq. Ja, bismillahirrahmanirrahim. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: voorwaar tot de meest geliefde bij mij en meest nabije van mijn zitting op de dag des oordeels zijn degenen met de beste gedragsmanieren onder jullie. Nou, in het begin wil ik ook vertellen dat ik heel veel Arabische termen ga gebruiken. Omdat, ja, mijn Nederlands schiet tekort. Eigenlijk, je giet dat groot idee, groot idee die je in je hoofd hebt, ga je gieten in een kleine vorm. En ja, kan niet. Het lijkt alsof je met een brommobiel de snelweg opgaat. Dus zo is het. Dus sorry, ik ga heel veel Arabische termen gebruiken. Huiswerk voor jullie, noteer het als je het niet weet, dan even onderzoek het thuis. Oké, dus deze hadith: in de aqrabakum minni majlisan yawm al-qiyamati ahsanukum akhlaqa. Kan ik weer een pakje proef? Ja, toch? Hard, zo is goed, toch? Ja. Mooi. In de aqrabakum minni majlisan yawm al-qiyamati ahsanukum akhlaqa. Wat begrijpen we nou van deze hadith? Wat is de topgraden in het paradijs? Boven, helemaal boven. Van wie? Van profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, toch of niet? Ja. Onder een arsh. Dus wat bepaalt waar jij eigenlijk bent van profeet sallallahu alaihi wasallam? Jouw akhlaq bepaalt jouw niveau. Je gaat steeds hoger tot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ik hoop dat wij allemaal, inshallah, in het hiernamaals, met die mooie gezichten, die stralen, dat wij bij het profeet sallallahu alaihi wasallam in het hiernamaals kunnen zijn. Inshallah. Ja. Volgende. De profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd: voorzeker, de gelovige behaalt middels het goede gedrag het niveau van de vastende staande. Staande betekent dus degene die qiyam al-layl doet, de hele avond aan het bidden en de Koran lezen. Dus dan zie je eigenlijk dat heel veel mensen veel ibadat gaan doen, maar ja, akhlaq ontbreekt, dan komen ze niet ver. Maar wat is het beste, is dat je toch sa'im qa'im bent, plus een goed gedrag. Toch? De profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd: ik ben gestuurd om het goede gedrag te perfectioneren. En bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Nou, dat is een opmerkelijk hadith. En daar draait het eigenlijk om aan het eind, in deze lezing. Wat begrijpen jullie van deze hadith? Als je heel goed gaat nadenken. Nou, ik heb heel veel nagedacht. Onderzocht en kwam ik tot de conclusie dat... Wallah waarom natuurlijk. Conclusie dat... alle ibadah die wij doen, aanbieding die wij doen, is eigenlijk voor een bepaalde geluk. Of verschillende akhlaq. Of niet? Denk even aan siyam, vasten. Wat leer je van vasten? Wat zijn de akhlaq die je leert van vasten? Wat kan worden? Akhlaq van vasten? Sabr. Sabr, ja, dat is heel mooi. En nu gaat iedereen ook rood, hè? Ja. Je nefs tent. Je nefs tent. Temmen, ah ja. Dat je nefs niet te veel geeft, want die nefs is net... Bismillah.
Dus jouw nafs is eigenlijk net een kind, hè? Die moet je gaan leren, een zuigeling. Wel nafs ook een tifli in. تتركه شاب على حب الرضاعي وان تفطمه ينفطمي بس نتن كين هاي بالأرس هلو أغني قريت يليرتم خوان استبس خبايس انسولي ان اوكي ناس فان نيت أرس بات شاي بيل هاي بموجة كايخا ناو بخانا ريتس أرس مثلا الحج اللي سام هولخ هاي لاي سان اين ألمار اوف تي شنيس اس اوف تي Pakistan of Afghanistan of Afrika, wij zijn allemaal broeders. Dan zie je ook, het gebed heeft ook, el hajj heeft iets heel belangrijk van el hajj is, gehoorzaam zijn aan Allah, blindelings. Dat is heel belangrijk, want als jij gaat dan zie je dat je draait om steen heen, en je gooit stenen, dan denk je op een gegeven moment van ja, wat ben ik aan het doen? Ik ben eigenlijk persoonlijk ook meegemaakt van, ik draai om een steen, ik gooi naar een steen. Maar ja, dan denk je achteraf, ja, Allah heeft bedoeld dat ik gehoorzaam moet zijn aan Allah, blindelings, gewoon niet vragen. En zo zie je, met heel veel aanbiedingen, heel veel ibadah, het doel is jouw akhlaq. En als jouw akhlaq niet goed is, dan is jouw ibadah, toch? Is gebroken, ook niet. Goed, jij wil een dadeltje, wie was het? Wie was het? Ja, dus dan is jouw ibadah niet goed. En daarom zegt Allah in de Koran over het gebed. Wie kent die aya? Wie kent die aya? Wie kent die aya over het gebed? Ja, ja. Inna salat tanha al fahsha wal munkar. Bismillah. Ja, alhamdulillah. Dus het volgende. Ja, niet zeggen jongens. Ja, meneer te ver gaan. Ja. De profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, voorwaar de meest complete gelovigen met imaan zijn degenen met de perfecte gedragsmanieren. Dus komen we ook terug van oordeel. Jouw imaan wordt beoordeeld door jouw gedrag. Toch? Mensen met heel slecht gedrag, imaan, futsi. Volgende. Dankjewel. Nou, gaan we, die waren dus de ahadith die erover gaan. Ik ga niet beloven, even voor het verder gaan, ik ga niet beloven dat ik het kort hou. Ja, iedereen belooft mij van akhlaq, van ik ga niet beloven. Maar als ik zie dat iemand aan het gapen is, dan ga ik stoppen. Bismillah, bron van akhlaq in de islam, dat is heel belangrijk. Nu gaan we even naar theorie. Een beetje filosoferen, mag toch af en toe. Je hebt aangeboren en aangeleerd. Toch, akhlaq die krijg je, en eerste akhlaq die leer je. En aangeboren akhlaq die zijn dus nummer 1 instinct en fitra. Over fitra, ik heb het vaak verteld over fitra. Ik heb gezegd van vooral mensen die een nieuwe computer kopen, die hebben van de standaard installatie in die computer, toch? Dus hij draait goed, alles draait goed in de computer, dan ga je daarna virus downloaden, dan ga je iets kijken, dan ga je nog meer dingen downloaden en installeren, dan is het iets waar. Dan kan het zijn dat je op een gegeven moment 25 euro moet betalen aan iemand wat hij het voor jou gaat maken. En dan gaat hij het resetten, terugzetten naar zijn fitra. Zijn standaard installatie. Dus Allah gooit in jou